Je kijkt serieus voor een trainer na de eerste overwinning die behoorlijk nodig was volgens mij dit seizoen. Oh ja, zeker. We zaten er al 3 keer dichtbij en was het steeds het verhaal van net niet. En ja, wat je nodig hebt, want op ons spel was niet zoveel aan te merken. De kansen creëerden we iedere wedstrijd. Maar ja, in de eindfases konden we het vaak niet vasthouden. En ja, in plaats van dat je zomaar op 7 punten staat, stonden we nog maar op 1. Ja, dat is gewoon heel lastig als je toch in een nieuw proces weer bezig bent. Dan is een overwinning altijd lekker, want dan gaat het allemaal toch wat sneller. Toch is dit ook een overwinning op het tandvlees, of niet? Ja, onnodig. Dat hebben we aan onszelf natuurlijk te wijten, enerzijds. Anderzijds, er wordt een rode kaart gegeven aan Bart Vriends, die ik nu teruggezien heb. En ja, ik vind het maar de vraag of dat rood is. Slaande beweging, zegt de scheidsrechter. Nou ja, ik heb de beelden teruggezien en ik heb niet een slaande beweging gezien. Ik heb wel gezien dat het, dat het er wat wild uitzag en duw- en trekwerk. Dat heb ik wel gezien. Maar ik heb geen slaande beweging gezien richting de speler. Handig was het niet, hè? Nee, maar ja, dit zijn dus de dingen die voor een goal vaak gebeuren. Duwen en trekken. Dus kijk, de scheidsrechter heeft het zelf niet besloten. Want het is de vierde man die het schijnbaar heeft gezien van een metertje of 60. De grensrechter aan de andere kant heeft het ook niet gezien. Dus hij is afgegaan op zijn vierde man. En die heeft het schijnbaar wel gezien. Ik twijfelde in eerste instantie, maar na het terugzien van de beelden vind ik het geen rood. Goed, de wedstrijd. Het komt moeizaam op gang, hè? Want in het begin geven jullie toch wel wat kansen weg. Nou ja, dat komt omdat je wat slordig was in het middenveld met het inspelen. En dat ja, we wisten dat Willem II gegroepeerd speelt met een 6-blok. En vanuit balverlies heel snel doorschakelt naar hun snelle mensen voorin. Ja, en dan zat daar wel wat dreiging bij. 1 bal op de paal bij hun. Maar ik vond, als je kijkt naar het aantal kansen die we ook in de eerste helft hebben gehad. We hebben ook 1 bal op de paal gehad en vrije schietkansen voor de goal gehad. Ja, met een beetje meer overleg sta je ook zomaar voor. En, dus ik vind dat de ruststand nog 0-0 was. Dat had ook zomaar 1-1 kunnen zijn, bij wijze van spreken. Maar ik vond eigenlijk na rust en zeker na de rode kaart trokken we er helemaal naar ons toe. En hadden we al veel eerder de 2-0 moeten maken. Dat heeft toch iedereen gezien. Ontstaan er wat hachelijke momenten in de laatste 10 minuten als zij aan de slot offensief beginnen. Is dat dan ook het idee van wat er de laatste weken is gebeurd van als het maar niet misgaat op het laatste moment? Want we zijn zo toe aan die overwinning. Ja, kijk, ze krijgen. Wij werden slordig. We konden de bal niet houden. En als wij door wilden pasen, als we de tweede bal hadden en we wilden uitvoetballen en doorpasen. Ja, daar waren we slordig in. Dan paasten we ook zomaar de bal weer terug in de voeten van de tegenstander. Ja, dan kun je ook niet de druk houden op de tegenstander. En zij gooiden alle bal voorin. En het is alles of niets op dat moment. Maar ik vind wel dat we ons kranig hebben verweerd. En uiteindelijk vind ik ook terecht gewonnen, hoor. Druk van de eerste zege is er nu af. Dat is belangrijk, want als die uitblijft, dan weet je hoe het kan gaan. Hè? Met gedoe en gezeur en druk. Of was je daar niet zo mee bezig? Daar was ik echt niet zo mee bezig. Kijk, het is wel zo. Dat het, als je dan weer niet wint, ja, dan is het de zoveelste keer. En de afgelopen wedstrijden, nogmaals, qua spel was het helemaal niet zo slecht. En de kansen waren er wel. Maar ja, het resultaat is 1 punt en geen 7, zoals ik zei. En als het gaat allemaal wat sneller als je ook wint. Want dan krijg je ook de bevestiging dat we het wel kunnen. En dat het ook goed kan gaan. En dat was gewoon nodig. En daarom ben ik heel blij met deze overwinning.